Hallo kijkers van YouTube, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Ricardo en we doen vandaag weer Warhammer 2. Als eerste ga ik denk ik eventjes een lord recruiten, want dat kan ik nu. Dus eens even kijken, Tom King. Wrathful, Bonus Phase Infantry, Strategist, ik doe wel de Bonus Phase Infantry. Eens even kijken, ik doe even een aantal Direwolves en Fellow Bats, twee Crypticals. En nog een aantal Skeleton Warriors en Spearmen. Zo, dat is die lord opgedaan. Ik ga maar even terug hierheen. En ik heb hier ook nog een hero staan en die laat ik ook eventjes verder exploren. En ik ga eens even kijken of ik toevallig nog ergens een ruïne kan vinden. Dan kan die hero dat eventjes regelen. Oh ja, ik kan nu ook meer tech krijgen. Dat is ook wel nice om te hebben. Dus dan doe ik deze gewoon eerst eventjes voor 3 beurten. En dan kunnen we met deze 2 lords kunnen nog mooi richting het noorden aanvallen. Dat is wel heel verstandig. Nou, ik denk dat je toch nog afgemaakt wordt door hun leger. Waarschijnlijk. Oh, dan probeert een of andere hero, probeert mijn hero te assassinaten. Dat valt ook nog. GG. Ik zoek alleen maar met mijn hero een of andere ruïne. Is dat dan zo veel gevraagd? Blijkbaar wel. Oh leuk, heb je met hun oorlog zo te zien? Die... Ja. Ze hebben een bordje krank knokken, maar ook goed. Nou, inderdaad. Toch met die Greybeard dwarven eens even vrede proberen te krijgen. Dat is misschien maar beter. Zeven minuten wachten tot mijn lord helemaal vol is met units, dat is wel heel lang. Ik kan beter misschien even wat minder lord regelen. Oh leuk, de Brayhearts komen. Dan. Oh, ik kan een van mijn heroes een leveltje omhoog geven. Dat is misschien wel handig.
Zo, 10 units, dat vind ik wel prima. Ah, kijk. Een ruïne. Ah, ik vergeet. Nah. Ik vergeet serieus net om nog even met die fucking dwarven even vrede te vragen. Vergeet ik net naar mijn beurt. Dat is wel nuttig. Oh, en die ene hostile hero die wil weer mijn hero probeert te assassinaten, maar dat lukt weer niet. Dus dan heb ik zo lang ook wel een stadje erbij. Hoop je. Ja, vast of zeker wel. Voor hoe lang? Geen idee, dat weet niemand. Welke beurt zijn we eigenlijk al? 17 of zo. Ja, je hebt nog steeds 2 stadjes. Ja. Dat is gemiddeld. Dat is gemiddeld wat? 1 stad in de 10 beurten? Zoiets. Oh, je hebt weer een oorlog met iemand. In een of andere ja, avond. Ze zijn gewoon een beetje jaloers op mijn swag. Dat je zoveel steren hebt. Ja. Begrijpelijk. Dus als ze niet oppassen, kom ik zo meteen naar hun toe. Ja, die kans zit er nog best wel goed in. Mission failed. Oh. Even kijken. Oké, nog 1 beurt en dan is mijn. Dan heeft mijn lord een. Aantal units erbij. Oké. Colonize units. Of. Iets. Nil dit. Even kijken, wat kan ik hier precies bouwen? Nou, niet veel. Neem een stad over waar je niks aan hebt. Oh, ik heb er wel wat aan. Oké, laat ik even met die. Even kijken, hoe doe ik dat ook alweer? Kan ik even met hem... Ik
veel hoe ik dat moet doen kun je. Ja. Nou, blijkbaar was er geen vrede. Oké. Okay. Dan niet, hè? Oh, blijkbaar is een lord aan de trespass een domme land heen. Wow, prima. Geen probleem. Ik heb hier in ieder geval wel dice, dat is ook wel handig. Nou, dan even mijn lords, zodat ik ook weer de units gekregen. Dus dan kan ik gaan aanvallen. Eindelijk. Na 18 beurten. Oké, okay, ik heb wel één aanval gehad met die Brooded X-Strike, maar oké. Okay. Vergeleken met Ricardo is dat niks. Ja, vergeleken met mij... Is dat zeker niet. Maar ja, verschil moet er wezen. Find my heart.
Ja. Faction accounted the Terrors of the Dark Straits. Heb jij die unit accounted of ik? Is mij jij of niet? Ik. Ja. Level 35. Oh my god. Nou, die ga je niet verslaan, denk ik. Weet ik wel zeker. Ik denk dat ik ga doen, ik neem de benen. Ik zal er niet eens kunnen verslaan. Ik weet helemaal niet. Ja, level 2 maar. Ja, geen wonder. Level 6. En dan komt er een faction aan. Ja, level 35. Hallo. Ja, dat zijn gewoon de piraten. Daar kan jij niks tegen doen. Nee. Volgens mij heeft mijn hero nog meer hoger level dan mijn lord. Kijk. Hoppa. Oké, die gaat al precies naast staan. Kijk, hoe zit het eigenlijk met een garrison? Oh, die hebben er al best wel wat in zijn... stad zitten. Nou, ik denk dat een aanval op die stad nog wel zo gaat gebeuren bij mij. Nou, zo te zien ga jij meer richting het noorden. Of toch niet? Nou, ik heb goed het beste.
zitten ze gewoon lekker dicht bij elkaar. Zijn ze hopelijk de volgende aflevering, of de volgende beurt. Misschien de volgende aflevering ligt eraan. Die shit kunnen aanvallen. Ik laat ze nu hier even staan. Om misschien nog die Lord even uit zijn stad te halen. Ja, laatst deed hij het ook. Vorige aflevering. Toen als ik mijn Lord hier neerzette, wel. Nu niet. Nee, dat vind je logisch. Yep. Nou, iemand heeft oorlog met de Vampire Coast. Gezellig. Oh, er zit een persoontje mijn land te reden. Tuurlijk. Dat zal ik wel eerst niet. Dan moet hij dat maar doen als hij dat zo leuk vindt. Oké, nieuw dynasty. Find my harem. Legions move. Dark plans. Vanquish the meddlers. This way. Nee, mijn toppetje is nog niet sterk genoeg.
Nou, dan blijven ze morgen gewoon daar staan. Nou, maar ik ga nu in ieder geval deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik wel een keer weer. Later. Doei.